Dames en heren, van harte welkom bij de Gay Dating Show. Uw gastvrouw is niemand minder dan Helen zelf. Hartelijk welkom, dames en heren, bij deze eerste aflevering van de Gay Dating Show. Dames en heren, deze Gay Dating Show is een spel der liefde dat gespeeld wordt in deze bittere tijden van oorlog. Maar zoals jullie misschien allemaal weten, is er maar één antwoord op deze agressie. En dat is liefde. Natuurlijk, dames en heren, wie is Helen zelf? Zonder haar charmante assistente van de avond, mag ik een warm applaus voor haar eigen kleine geile speelbeestje, Freek! En natuurlijk, dames en heren, de intelligente, doch introverte, Viola, voilà! Dankjewel, Viola. Misschien weten jullie nog, dames en heren, dat wij bij de volgende proefuitzending al een aantal kandidaten aan elkaar gekoppeld hebben. En natuurlijk beginnen wij deze speluitzending van vanavond met de terugkomst van het liefdeskoppel van de vorige keer. En dat zijn Reina en Trudy. Mag ik een warm applaus? Als jullie het mij vragen, dames en heren, zien Reina en Trudy eruit alsof ze elkaar gevonden hebben, maar ik moet toegeven, ik heb me daar al wel eens vaker in vergist. Het schijnt dat ik geen mensenkennis heb, maar om dit gebrek aan mensenkennis op te vullen, dames en heren, ga ik Trudy en Reina wat vragen stellen. Kom je even gezellig bij me zitten, meiden. Wij hebben afgelopen uitzending, dames en heren, deze twee dames op stap gestuurd voor een romantisch etentje en samen zijn de verdere avond in Café de Haag en Disco. En daarvan hebben we natuurlijk een fotograaf meegestuurd. En nu wou ik eventjes van beide dames weten hoe dit intieme samen zijn is verlopen. Hoe is het gegaan, Reina, met de door jou gekozen kandidaten Trudy? En hoe was het samen zijn? Nou, het was heel gezellig. Een heel gezellig samen zijn, als eerste indruk wat Reina betreft. En Trudy, vond jij het ook een gezellig samen zijn? Ik vond het erg gezellig. Een erg gezellig samen zijn. Ik denk dat wij zover zijn dat wij maar eens eventjes naar het eerste beeldprojectie gaan kijken van het meer dan gezellige samen zijn in Café de Haag. Ja hoor, daar zijn ze. Ik herken jullie. Aan de rechterkant is Reina, links is duidelijk Trudy. En zo te zien wordt hier het ijs gebroken met een drankje. Ja, inderdaad. Een intelligent antwoord op een intelligente vraag. Volgende dia misschien. Hebben jullie een beetje geamuseerd bij het etentje? Of ging het een beetje gespannen aan toe, vooral in het begin misschien? Nou, dat viel eigenlijk heel erg mee. Want ik was wel bang dat het misschien een beetje stroef zou verlopen. Maar we hebben heel lekker gekletst. Heel lekker gekletst. Natuurlijk is dat dan niet precies wat je van je aanstaande verwacht. Maar een lekker kletspartijtje om mee te beginnen is niet slecht. Hoe was jouw kletspartijtje? Nou, het was enorm informatief. Reina heeft me van alles verteld over kinderen krijgen, kinderen opvoeden, met kinderen naar de crèche, met kinderen naar de bibliotheek, met kinderen kinderkleren kopen. Ik vond het echt heel informatief. En had Reina nog andere onderwerpen te melden behalve kinderen? Wie ik? Nou, dat bedoel ik eigenlijk. Trudy,
Had jij misschien nog een interessant gespreksonderwerp tijdens het meer dan gezellige etentje in Café de... Nou, ik weet niet meer zo precies wat ik gezegd heb, maar misschien weet Reina dat nog een beetje. Reina, had zij nog iets interessants binnen te brengen? Jazeker, zij heeft mij alles verteld over fossielen in zand, over de flora en fauna in Amsterdam en omstreken en op de andere kant van de wereld. Ze heeft mij alles uitgelegd over het vak biologie. Het vak biologie tegenover de natuurlijke moeder. Ik denk, dames en heren, dat in feite hier een aanknopingspunt zou kunnen liggen. De spanning blijft nog even gaande. Ik heb begrepen dat jullie dit gezellige etentje afgerond hadden. En ik zie hier alweer gewoon een serveerster die zich ertussen mengt. Misschien zag zij haar kans. Heb ik begrepen dat jullie daarna naar de zijn gegaan? En onder het genot van wat meer alcohol, hoe kwam toen de remmen los, Trudy? Ja, toen kwamen de remmen behoorlijk los, maar van wie is de vraag? Ik voel hier een kleine gekwetstheid, minstens in de kleine tenen en misschien wat dieper. Is dat jouw schuld, Reina, deze gekwetstheid? Ja, ik denk het wel. Ik kwam in de trut. Het was erg gezellig met Trudy, maar daar kwam ik kandidaat nummer 2 tegen. Wie ik de vorige keer een one-night stand had beloofd. Dus ik heb maar besloten om op haar te gaan richten de verdere avond. Nou ja zeg, wat brutaal. En waar is die kandidaat nummer 2? Misschien dat we daar ook beeld van hebben dat de foto... Oh ja, inderdaad, dat is Kamikaze Detje. Kamikaze Detje, die is op jou geklommen, of wat? Ja, die wilde mij wel, dus ik denk nou huppakee. Zij wil jou wel en jij denkt huppakee. Trudy wou jou niet en jij dacht van voilà, of wou jij Reina eigenlijk wel? Nou, in eerste instantie gaf ik haar nog het voordeel van de twijfel, maar na deze eerloze poging om mijn aandacht te trekken, ja, betwijfel ik of het überhaupt wel iets geworden zou zijn tussen ons. Oeh, oh, dames. Onze eerste koppelpoging lijkt wel een beetje mislukt. Ik weet niet of ik voorbarig ben met het concluderen. Maar het lijkt er wel een beetje op. Maar natuurlijk, dames en heren, is in deze show het woord aan jullie. Jullie hebben nu een kleine indruk gekregen van het romantische samenzijn van Reina en Trudy. Hebben jullie, eerlijk gezegd, onder ons gezegd en gezwegen, de indruk gekregen dat deze twee dames eigenlijk dol op elkaar zijn? Of hebben jullie de indruk gekregen dat deze twee dames elkaar nooit meer willen zien? Ik heb een applausmeter in mijn kutje zitten. Die klik ik nu even aan. Die staat aan en dan ga ik jullie nu vragen. De applausmeter staat aan. Willen diegenen applaudisseren die menen dat Reina en Trudy door moeten gaan met onze romantische verhouding? Magertje, zegt mijn applausmetertje. Dan zou ik nu zeggen, willen diegenen applaudisseren die vinden dat Reina en Trudy maar gewoon apart weer verder moeten? Dank jullie wel, hier lijkt mij geen enkele twijfel mogelijk. En Reina en Trudy, jullie zijn bij deze door ons publiek gescheiden. Jullie zijn van elkaar verlost. Het was een experiment en experimenten kunnen mislukken. Dat is een spel en een spel moet gespeeld worden volgens de regels. Helaas.